Het is vandaag precies een jaar geleden dat het Dordtse meisje Millie Boele verdween. Dit wordt vanmiddag herdacht met de onthulling van een monument voor het 12-jarig meisje. Haar lichaam werd later teruggevonden in de tuin van buurman Sander V., destijds politieman bij het korps Rotterdam-Rijnmond. Hij bekende en werd veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS. Het voorontwerp van architectenbureau OMA voor het stadskantoor Rotterdam is klaar. Zo komt het gebouw aan het Rode Zand er ongeveer uit te zien. In het stadskantoor komen de kantoren van de gemeente Rotterdam, maar ook woningen, winkels, horeca en een parkeergarage. Wat het allemaal gaat kosten aan investeringen wordt binnenkort door burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna er een bouwer zal worden gezocht. Omwonenden van de Esso-raffinaderij in de Botlek hebben vannacht opnieuw geklaagd over geluidsoverlast. De Milieudienst Rijnmond ontving in de loop van de nacht diverse klachten. Volgens Esso heeft de overlast nog steeds te maken met de stroomstoring van dinsdagavond. Toen veroorzaakte een storing een gasopbouw, waardoor er afgefakkeld moest worden. De werkzaamheden moeten later vandaag klaar zijn. Vandaag staat het weerbeeld in het teken van veel wind. Een krachtige tot harde wind, kans op windstoten ook. Temperaturen rond een graad of 10. En in de loop van de dag gaat er ook wat regen vallen.